Ja, los van het gewissel van de ene zender van 1 naar 3 en terug en dan weet ik veel. Ja, die ergernis. Ja, want hoe makkelijk was het geweest om gewoon één zender te nemen voor die Olympische Spelen. Maar nee, dat is niet gelukt. Ja, die ergernis. Die NOS en die Spelen. Waarom moet ik constant naar hockey kijken, vrienden? Dat is mijn vraag. Waarom word ik en jullie ook steeds lastiggevallen met hockey? Het is niet te geloven. Dan zijn er dus allerlei geweldige sporten bezig. Hè? En dit zie je op allerlei andere zenders en kanalen zie je dat voorbij komen. Er is zwemmen en er is judo en er is turnen op het allerhoogste niveau. En wat zendt de NOS uit? Hockey! Waarom moet ik kijken naar dit vervelende speeltje van welgesteld en kakkieneus Nederland? Die met elkaar hebben afgesproken, zeg maar, het stofzuigen te verheffen tot sport. En shoot! Er wordt meer gefloten dan in welke sport dan ook. Altijd ligt het stil, het hockey. Het is ongelooflijk. En dan die commentatoren, vrienden bij de NOS, die alsmaar dat oranje gevoel erin willen brengen. Ach, 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 wat een ergernis. En dat hebben ze opgelegd gekregen van bovenaf. Zorg dat dat oranje gevoel erin komt, jongens. Dus ze hebben het alleen maar over medailleranglijsten. En we hebben het over als wij maar goud of zilver winnen. Ach, ik word daar zo wanhopig van. Van dat hele nationale gezeur. En dan nog even wat. Een handbalploeg. Een volleybalploeg, een waterpoloploeg, die noemen ze dan ineens constant oranje. Oranje doet dit, oranje doet dat. Zelfs twee gasten in een roeibootje, die noemen ze al oranje. Dat is geen oranje. Zit ik te schreeuwen dan naar de televisie? Nee, er is maar één oranje. En dat is het Nederlands elftal. Het Nederlands voetbalelftal van de mannen. Dat is oranje. En de rest niet.